In dit korte dagelijkse avondgebed nodigen we je aan tafel uit. Je hebt niet veel nodig. Een kaars en lucifers. Een glas voor iedereen die mee aan tafel gaat. En voor elk iets lekkers om te drinken. Welkom bij Bidden aan tafel. Vrienden, goede avond. Ook op deze hoogdag zijn we met elkaar verbonden in gebed. Bedankt dat je erbij bent. We ontsteken het vuur van de verrezen Heer die is opgenomen bij de Vader. Dat zijn licht mag schijnen over de hele mensheid. Heer Jezus, Gij die gekruisigd zijt en opgestaan, Gij zijt thuisgekomen in de heerlijkheid van de Vader. Vandaar blijft Gij in liefde met ons verbonden. Wij vragen U, zend Uw helende geest over alle mensenkinderen, Gij die leeft in eeuwigheid. Ook vandaag kregen wij een korte tekst uit de Bijbel aangereikt. Vandaag komt hij uit de eerste brief aan de Korintiërs, de brief waar ik daarnet in de verbinding al naar verwees. Ik lees die paar regels voor. U weet het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf, u bent gekocht. En de prijs is betaald. Eer dan God met uw lichaam. Laat deze tekst maar even op je inwerken. Dadelijk kun je hem nog eens rustig lezen. Als je wil, kun je nu aan elkaar vertellen welk woord er voor jou uitspringt. Of je mag in stilte bij dat woord blijven verwijlen. Ook ik zal straks zeggen wat mij is opgevallen. Ik wil graag nog eens dit woord laten klinken, omdat het wat eigenaardig overkomt. U bent gekocht en de prijs is betaald. Iemand heeft mij zo waardevol gevonden dat hij voor mij een hoge prijs heeft willen betalen. En die wie? Dat is dan Jezus. Hij heeft mij gekocht en hij heeft voor mij de prijs betaald. Laten we dit Bijbelse moment afsluiten met een gebed. Lieve God, wij danken U dat Gij ons blijft aanspreken. Help ons om Uw woord steeds dieper in ons hart te laten doordringen. Dat wij mensen mogen worden naar Uw hart, door Christus onze Heer. Voor mensen veraf of dichtbij, mensen die we persoonlijk kennen of niet, willen we nu bidden. Ieder aan de tafel mag een persoon of een groep mensen noemen die je aan God wil toevertrouwen. We verruimen de kring rond de tafel. Ik wil je uitnodigen te danken en om te bidden voor zoveel straten of pleintjes waar mensen dagelijks naar buiten komen om te applaudisseren, maar om ook nieuwe netwerken met elkaar te ontwikkelen, al was het maar omdat ze samen op de stoep gaan staan.
God, aanhoor onze beden en laat ons voelen hoezeer Gij met ons verbonden zijt, door Christus onze Heer. Verbonden met al onze broers en zussen wereldwijd en met allen die verzameld staan rond Gods troon, bidden wij dan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Ook aan Maria vragen wij om haar steun. In deze meimaand bidden we, wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We besluiten ons gebed door te klinken. Laten we eerst zorgen dat ieder iets te drinken heeft. En ik kies vandaag voor nog eens sinaasappelsap. Dat Gods zegen ons allen mag vervullen en versterken nu wij samen het glas heffen. En vanuit mijn hart wens ik u toe dat het op ons aller gezondheid mag zijn. Gezondheid. You're right.